Oké, dit wordt episch, dames en heren. Eerst al de knollentest, nu de vlieg gore fruit test. Welkom en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Vandaag, voor de 297ste aflevering, ben ik samen met Wouter. Hallo. De man van de weetjes. De weetjes! En er is een heel erg leuk weetje. Dit is gewoon het beste weetje. Wist je dat Enzo Knol vrijdag om 7 uur voor de allereerste keer op zijn YouTube-kanaal gaat livestreamen? Ja, dames en heren, het is echt waar. Ik heb er een ontzettende hype al over gezien. Ik heb heel veel reacties gezien en gelezen. Zo van, yo Enzo, is het echt waar? Is het geen prank of zo? Het is geen prank. Nee, het is absoluut geen prank. Ja, dat blijft gewoon leuk om te zeggen. Prank! Heerlijk. Maar dat is het niet. Het is echt waar. Dus zet het in je agenda. Zeg tegen je vrienden, je familie, iedereen waarvan je denkt van, joh, die moet het gewoon zien. Wordt ontzettend leuk. Positiviteit, gezellig, vrolijk, lachen, humor, alles erop en eraan. Wordt echt heel erg gezellig. Ik heb er ontzettend veel zin in. En er was één vraag. Deze werd wel... Oh, nee, Wouter! Kijk, ik kom voor je op. Net zoals in de livestream. We komen voor elkaar op. Hoppa, hoppa. Hoppa, de genadeslag. Oh. Kijk, en dan mag jij de winst hebben uiteindelijk. Yes! Zo'n goede vriend ben ik. Maar deze reactie is ook van een vriend. Friends LMB, die zegt... Jammer dat je gaat livestreamen. Normaal kijk ik de 300ste aflevering meerdere keren. Maar nu kan ik dat niet meer. En daarmee bedoelt hij dat omdat ik ga livestreamen... Denkt Friends, hij denkt dus dat je er precies om 7 uur moet bij zijn. En dat als je de livestream mist, dat je nooit meer de 300ste aflevering kan kijken. Maar dat klopt helemaal niet. Dat is helemaal niet waar. Nee, want als de livestream is geweest, dan wordt die gewoon geüpload als video. Dus je kan de 300ste aflevering, oftewel de livestream, dat is de 300ste aflevering, kan je gewoon zo vaak kijken als je wil. Gewoon niet zo gek doen, die kan je zo vaak kijken als je wil. Maar als het een livestream is, die later een video is, kijk je dan de livestream of kijk je dan de videostream? Want... is dan niet meer live. Nou, als je er om 7 uur aanwezig bent, bij dan bent, is het... dan is het een livestream. En als je hem later terugkijkt, dan is het een video van de livestream. Oké. In ieder geval, ik ben nog steeds in de onderwereld, dames en heren. We zijn hier een beetje verdwaald. Ik heb wel even een pink shulker box. Dat was wel nodig, want dit waren allemaal items die ik in mijn inventory had. En dat was niet zo heel erg handig. En om een beetje te voorkomen wat ik gisteren had met Pascal, heb ik hier een prachtige Totem of Undying getoverd. Oh. Die we eventjes kunnen gebruiken. Stel voor, we gaan dood. Nee, joh. Dat gaan we niet doen, hè, Wouter? Nee, joh. Nee, want gisteren heeft Pascal het record van 5 keer als het goed is gehaald. En nee, echt? Ja, dat is echt... Praat me er niet van, jongens. Praat me er niet van. Het is echt super slecht. Die jongen. In ieder geval, ik hoop eigenlijk heel erg dat naast het eten wat ik nu in mijn handen heb, dat jij ook nog wat eten hebt, of niet? Ik heb wat lekkere steak. Oh, je hebt wat lekkere steak. Oh, yeah. Ook al kom ik er... Wow, dit waren er veel. Ook al kom ik erachter dat dit eigenlijk superveel foodbar erbij geeft, zeg. Ja, het eet wel lekker, alleen... Ja, waar je terecht komt, dat weet je niet. Nee, dat is maar een beetje de vraag. Had je dat maar in het echte leven, hè, Wouter? Nou, het is een beetje als het echt zo erg dronken worden... dat je de volgende dag ergens wakker wordt en dat je denkt van... waar ben ik? Ja, maar dan voel je helemaal beroerd met een kater en zo. En hier is het zo van, ik neem het in en dat is leuk. Hey, we gaan weer verder. Heel dichtbij, hallo. Ja, het lijkt me zo gaaf, jongen. Oh, zo'n gore fruitstuk in het echte leven. En dat je dan gewoon in een willekeurig land komt of zo. Ja, gewoon in één keer op Hawaii met een kokoskrans, met een kokos, met daar kokosmelk uit en met een rietje en met allemaal, niet mooie vrouw, met D die er ook bij is, gezellig, weet je wel. Ja, palmbomen, strand, waar je gewoon lekker zo met je voeten, waar je overheen loopt, waar je op je voeten verbrandt, omdat het zand heel veel te heet is, weet je wel. En dan ga je daar lekker een livestream doen. Ja, precies. Ja, we dromen nog lekker verder, de zomervakantie is net achter de rug, dus we moeten nog even een jaartje wachten. Eerst komt de winter weer eraan, maar daar gaan we nog helemaal niet over hebben. Het is nog veel te warm weer. Ik zou zeggen, Wouter, heb jij geen Elytra? Nee, leuk dat je het vraagt en zo. Oh, ik heb geen Elytra. Oh, dat is waar. Ook Wouter die heeft de chestplate die hij niet uit kan doen. Ik draag hem al zo lang. Ik heb echt al weken niet gedoucht door dit ding, want ik kan niet douchen, want dan gaat het roesten. Daar moeten we wat aan doen. Wouter, jij moet eigenlijk doodgaan gewoon. Dat warm is meteen weer zo extreem. Ja, ik weet het. Het is gewoon recht voor zijn raap. Eigenlijk moet je gewoon doodgaan.
Maar ik wil niet vaker doodgaan dan Pascal. Nee. Dus laten we het bij één keer houden. Want voor de mensen die het niet weten, Wouter, anders drop hem even als je wil. Oh, ik ben zo grappig. Dat kan dus niet, want Wouter die heeft een chestplate. Ja, dat is niet deze, maar die heeft een chestplate hier zo. Nou, zo'n soort chestplate. Maar dan staat erop iets. Wat staat er precies op? Het is de Curse of Binding. De vloek van. Oh! Oh, die gaat zomaar mee bemoeien. Ja, het is de Curse of Binding. Dus dat betekent dat als je hem eenmaal aandoet, dan kan je hem niet meer afdoen. Tenzij je doodgaat, dan verdwijnt hij. Of zit er geen vanishing op? Jawel, Curse of Vanishing zit er ook op. Ja, dus als je hem dan eenmaal dood bent gegaan, dan verdwijnt hij. Dat zou wel het plan zijn. Ja, dus ik zou zeggen, ja, Wouter, of hier een keertje op. En dat werkt dus blijkbaar niet met het Totem of Undying, want dat hebben we al een keer geprobeerd, toch? Oh ja, dat is waar, ja. Ja, inderdaad, toen kwam ik gewoon weer tot leven. Toen had ik nog steeds dat stomme pak aan. Ja, dus we moeten het toch op een andere manier doen, dat je gewoon echt daadwerkelijk doodgaat. Ik ga hier mijn spullen in gooien, zo, want ik heb wel een Elytra bij me. Ik ben voorbereid, man. Lekker bezig. Zo, je hebt aardig wat spulletjes trouwens. Oh, je hebt ook nog raketjes. Ja. Wow, je hebt zelf raketjes 3. Ja. Oh my god, nice. Ik pak even de helft daarvan. Ja, nee, tuurlijk. Pak al mijn spullen. even kijken. Ik trek deze uit. Zo. Misschien moet ik met een enderpearl dan omhoog of zo. Ik heb hier ook nog een enderpearl. Of had je al? Ik heb er een. Maar 2 is beter. Dan kan ik nog hoger. Oh shit, ik moet natuurlijk wel het beertje wegdoen. Ja, het beertje mag je niet in je handen hebben. Want de handen, die zal ik trouwens even in mijn handen doen. Stel voor, er gebeurt wel, geen idee wat. Ja, precies, maar... voor de veiligheid. Ja, precies. Oké, zal ik kijken of ik eerst naar het middelste ding kan komen? Ja, ik denk dat je dat net redt. Als je hem echt, je moet hem goed gooien. Je moet altijd verder naar voren gooien dan ik denk met Enderpearl. Oké, dan ga ik dat doen. Verder naar voren dan dat Enzo denkt. Oké, let's go! Oh! Oh my god, life. Je komt ik er leef. Perfect op. Ik dacht heel even dat er wat gebeurde, dat je gewoon dood ging, maar je kreeg alleen een beetje damage, zag ik. Ja, ik leef nog. Okay, ik ga nog hoger. Ja, is goed, dat zag er wel goed uit op zich. Oké, ik ga daarheen. Oh nee. Oh! Oh ja! Hey! Oh mijn god! Ik zweef omhoog! Ja, je kreeg gewoon die van die shulkers. Shit, ik blijf geraakt worden! Zo wil ik niet doodgaan! Jawel, dat is een vette manier! Ja, dat is wel hard. Het is wel een beetje dat is een vette afscheid. Geef me nog een boost! Geef me een boost! Nee, dat is geen boost! Lekker dan! Oh, nu ga ik al jouw XP pakken. Wow. Nee! Wow, 270.000! Holy shit! Oh my god. Wouter is dood, dames en heren. Ja, dat is gewoon... Officieel. Wow! Dan moet ik ook niet doodgaan, anders dan zijn al onze spullen weg. Maar dan heb ik een hele leuke tovertruc, dames en heren. Wat? Wouter. Ja? Kijk eens achter je. Gewoon achter je webcam. Wat ja? Oh wow. My god, Wouter, je bent er weer! Ik ben er! Oh! Yo, je bent echt een magier. Ik weet het, man. Ik ben goed bevriend met Hans Kassan. Hij heeft me die dingen geleerd, jongen. Echt? Oké, ik zal zeggen... Nee, grapje. Ik zal zeggen, pak al je spulletjes en dan gaan we eventjes flink op avontuur. En dan wil ik aan jullie kijkers vragen, hebben jullie nog hele toffe ideetjes voor de livestream die ik kan gaan doen? Laat het vooral weten in de reacties. Het is allemaal welkom, dus laat het gewoon weten. Alle gekke ideeën, gooi het gewoon in de reacties. Ik ga het lezen en dan pik ik gewoon een paar uit die ik kan doen. Ja, nu kan je spullen niet pakken, hè? Nee. Heb je wel je Elytra? Ja, die heb ik net. Oké, hij gaat uit in 3, 2... Oké. Hier, neem anders deze, want als je dan boven bent, dan kan je altijd die nemen en dan kom je weer op de grond. Oh, echt? Werkt dat zo? Ja, als je omhoog gaat en je neemt die in, dan kom je weer op de grond. Nice. Oh, er is weer eentje agressief. Jongen. Oh, wat een agressiviteit. Echt. Oh nee, dat fire aspect op je zwaard met een Enderman is zo niet handig. Dat doet toch pijn. Oh, die Oké, ik ga heel even weg als je het goed vindt. Ik weg! Ik ga even vliegen. Ja, ik ben bijna dood, joh. Oh. Ik heb 2,5 hartje. Komt-ie. Wow. En dan ben ik. Hij is achter je. Ik heb 3 hartjes, dus ik vlieg er nog even vandoor. Ik kom er niet bij hem. Oké, wacht. Ik ga hier omhoog vliegen. Als het goed is, kom je er nu wel bij. Ja, ik heb hem. Ja, lekker. Ik zag het. Teamwork. Lekker. Hier, check mijn vliegen. Tjoem. Wow. Hoe ziet dat eruit? Doe jij dat eens? Dat ziet er echt heel dope uit. Oh, wat? Oh.
Wat is dit? Waarom willen ze me zo graag dood hebben? Oh my god. Oké, we moeten hier weg. Pak je spullen, dan gaan we hier weg. Oké, is cool. Want dit gaat nooit goed komen. Oh, ik durf het eigenlijk. Ik durf het niet. Ik wil het zo graag doen, maar ik durf het niet. Wat nou als ik hier vlieg? En ik ga in één keer, zonder dat er iets onder mij is, ik ga zo eentje nemen. Wil je dat proberen? Ja, ik wil het eigenlijk wel proberen, maar ik ben zo hoog level en ik heb zoveel spullen. Ik moet durf ik het eigenlijk proberen? Niet. Misschien wel, Wouter. Ik weet het niet. Oké, ik zet mijn spullen weg. Oh my god. Wacht, mag ik eerst steak van je? Kan je dat even ergens neerleggen, zodat als ik er langs vlieg dat ik het krijg? Want ik moet wel even wat eten om mijn leven terug te krijgen. Ja, hij ligt een beetje... daar. Oh my god, oh my god. Okay. Het werkte! Ik kom het halen. Oh, heb ik het al? Nee. Ja, ik heb het nu, al. Ik heb het nu. Ja. Hoppakee. Kijk, dan krijg ik in ieder geval even wat leefs erbij. Oké, let op wat ik ga doen, kijkers. Let op wat ik ga doen. Ik kom er langs vliegen. Oh, wacht. Ik moet even ietsjes harder. Oh, je kan geen shulker in een shulker doen. Kom ik langs vliegen. Nee! Heel raar. 1 TNT box gedropt. En dan nu de flinten steel. Ja, en dan nu de langste flinten steel. Ja, had ik dat maar. Oké, ik heb alles weggedaan. Dus ik heb mijn fruit. Oké, nu kan ik wel weer komen. Ik heb vol levens weer bijna. Ja. Oké. Willen... shit, ik moet natuurlijk wel raketjes pakken. En wil me nog steeds. Oké, ik moet goed timen. Hoppa. 1, 2, hoppa. 1, 2, hoppa. Oh, die was heerlijk getimed. Nice. Timing is best lastig. Je hebt nog al je spullen hierin. Oké. Maar jij gaat vliegen hier dus over... Wacht, wil je eerst normaal vliegen? Kijk hoe dat eruit ziet als je hem dan gebruikt. Oké, je gaat... Wow, dat was super raar. Oké, ik ga het eten. Oké. Klaar voor? Ja, ietsjes... Oh, maar als je ietsjes hoger doet, dan ziet het er gaaf uit, denk ik. Oké. Als je ietsjes hoger vliegt. Ja, nice. Oké, nu. Ja, nu. 1, 2... Hey. Wow, dan ga je gewoon in één keer naar de grond. Oké, wil je het nu eens doen als je daar buiten bent? Dus niet boven land. Oké, ik ga het proberen. Dit wordt episch, dames en heren. Eerst al de knollentest, nu de vlieggore fruittest. Oh, voor de wetenschap, dames en heren, komt-ie. 1, 2. Nou. Er gebeurt niets. Huh? Er gebeurt helemaal niks. Oké, wacht even, ik ga nog een keer. Oké, ik vlieg hier zo naast je, dan zie ik wat er gebeurt. Oké, neem maar in. Okay. Nee, ik ga gewoon... Ik ben al mijn snelheid kwijt. Ja, ik ook. Je stopt gewoon. Ja, je stopt. Oh, blijkbaar kan hij niks vinden wat in de buurt... Wacht, wat nou als ik hier heel dicht langs ga? Ik ga nu eten. Oh, dan kom je hierop. Oh, ik niet. Oh. Dus je moet echt in de buurt zijn blijkbaar van... Okay. Ja, van een plekje. Dus stel voor je gaat hier over dit eiland en precies bij dat eiland eet ik hem, dan hop, dan kom je daar terecht. Kijken. Oh, zo werkt dat. Oh, zo. Ik sta er. Ben je? Ja, ik was je bent in daar keer... zo. Oh ja. Pieuw. Hoppa. Ja, dus stel voor ik sta hier ook onder en ik neem hem nu. Oh nee, dan gebeurt er niks. Dan werkt hij niet. Nee, dan komt hij net niet zo ver blijkbaar. Wat raar. Ja, oké, lol. Nou, dan weten we dat in ieder geval ook weer. Zo, een heel leger is hierbij gekomen. What? Holy moly. Waar komen ze allemaal vandaan? Oh my god, ik denk dat ik nog nooit zoveel Endermen bij elkaar heb gezien. Oh nee, er is één boos op mij. Maar ik heb helemaal niets gedaan. Ik wil gewoon mijn Oh nee, ik heb geen armor. Oh my god, dan ga je super snel dood. Ik wil dit helemaal niet. Oké, wacht, ik ga je armor pakken en dan kom ik te brengen, ja? Oké, ik zie, man. Ik heb hier nog... Oké, ik kom naar dat ene eilandje waar je net op was. Yo. Zoom, want dat andere eilandje... Oh, misschien komt die Enderman dan hier ook. Ik weet het niet, maar ik leg het armo hier neer. En het helft van het... Of nou ja, een paar eten in ieder geval. Oké, ik hoop niet dat Enderman hierheen komt. Dat zou wel zo kunnen zijn namelijk. Oké. Uh-oh. Nee. Ik was zo klaar om te springen. Oké, ga maar. Hoppakee. Zoom. Maar hoe kan... Misschien omdat we elke keer die fruitstukjes gebruiken dat er meer komen. Ah, ik weet niet, maar, of zo. Ja, ik weet het niet, maar sinds dat we dit innemen... Oh. Sinds dat we dit innemen zijn er heel veel, dus ik weet niet hoe dat zit. Oké, ik ga alleen maar naar boven kijken en naar onder. Okay, nee, hij is nog steeds boos. Ik ga heel veel fruitstukjes innemen. Misschien komen er nog wel veel meer. Oh man, ik word echt hard aangevallen. Ja, je moet echt oppassen daar zo, want ze zijn echt boos op je, jongen. Maar ik heb helemaal niets gedaan! Oké, ook aan de andere kant van het eiland ga ik heel veel van dit soort fruitjes innemen.
Ik ben heel erg benieuwd of het hiermee te maken heeft of niet. Ik... Oh man. Oké. Hoppakee, dan ga ik nu weer vliegen. Ik heb nog maar 3 raketjes en ik moet dan op land. Oh wacht, ik kan wel op een eilandje hier zo. Hier voor je. Oh ja. Hier zo, dan gaan we op dit eilandje. Oké, dit eronder. Deze red ik niet. Oké. En dan, misschien kan ik hier mijn fruit nemen. Hey! Is dat magic trick? Ja, alsjeblieft. Thank you. Hoppakee. Oké, even kijken. Hoeveel Endermen zijn er nu? Er is er dus eentje heel boos op mij. Nee, er zijn er niet zo heel veel meer bijgekomen. Ze net waren te meer, had ik het idee. Mm. Oh, er is ook eentje boos op mij, maar die kan ik wel even kapot maken. Oh ja, hij kijkt nu nog naar mij. Vanaf daar, misschien kan jij hem vermoorden. Oké. Oh, ik heb er 2 achter me aan nu. Oh no. Ik heb er 3 achter me aan nu. Oh nee. Oh, what's going on? Waarom is het zo boos, man? Oké, ik ga in ieder geval aan de zijkant, zodat als ze me iets willen doen en ik ga bijna dood, dan... Vlieg ik wel. Focus en zo. Oh, ik vlieg weg. Oh, dit is niet normaal, joh. Oké, zullen we maar weggaan? Als jij spullen kan pakken, dan kunnen we gaan. Ja, nou ja, dat is dus de vraag. Of zou ik ze heel snel proberen te looten? Ja, is goed. Oké, hier kom ik. Fruitstukje. Ah, het werkt nope. niet. Oké, nou ja, ik ga maar naar mijn doosie. Ja, zolang je maar... Oh, hier is er eentje. Hop. Oh, ik heb er eentje dood. Oké, nu die andere. Oh, ik zie hier de eentje die van jou. Oké, kan je hem pakken? Ja, ik probeer hem te pakken. Als je een beetje op hetzelfde plekje... Oh, hij zit bij je. Pas op. Ik ga snel eten. Ik pak snel mijn spullen. Nee, niet doodgaan, Wout. Ga weg. Ik ga niet dood. Oké, ik heb hem 1 keer geslagen. Oké, snel. Oh, je hebt sowieso dat beertje in je handen, zie ik. Ja. Oké, snel pickaxe. Oké, ik zie hem niet meer. Oppakken, wegwezen, dames en heren. Ik volg jou. Let's go. Wow. Hoppakee. Wow, ik werd nog 1 keer geattacked, maar daar gaan we. Hoppakee. Later. Wow. What the heck? Ik hitte er eentje terwijl ik aan het vliegen was. En toen stopte ik in 1 keer. Heel vaag. Maar hey, laten we een vet parcours doen. Dat heb ik ook met Link gedaan, ook met Pascal. Dat was zo super gaaf. Je gaat gewoon overal onderdoor, onder de eilanden door. En... Wouter. Ja, ik ben er weer. Ja. Oké, je gaat gewoon onder eilandjes door. Je gaat hier. Kijk, hier voor me. Je gaat hier tussendoor, weet je wel. Wow. Dat soort parcoursjes en zo. Ga jij maar voor, dan volg ik jou. Ik ga jou bijhouden. Oké, cool. Dat is namelijk zo vet, hè, dit. Dit is hier niets. Oeps, anticlimax. Want je hebt er echt een paar plekjes die zo super gaaf zijn waar je doorheen kan. Zoals hier, Wouter! Oh god, ik voel me net Peter Pan! Hoppakee. Ja, dat effect ga je snel maken, hè. Hoppakee. Kijk, zijn hier nog plekjes? Hier naar links, tussendoor. Wow. Oh, hier gaan we doorheen. Oh. Zoom. Zoom. Oké, we hebben daar een eiland, maar volgens mij waren we daar al geweest. Alright, gaan we onder de brug door, dames en heren? Ja, we gaan onderdoor. En omhoog. En hier weer omhoog. Hoppa. Yep. Oh, dit is zo nice. Oh, hier tussendoor, dames en heren. Dat was niet gelukt. Wacht, wat zei je? Waar ben je? Ik ben je kwijt. Ik zie je. Ik volg jou. Ja, weet je zeker? Ja, let's go. Oké, daar gaan we. Hop, kan je dat bijhouden? Ja, tuurlijk. Oké. Ik ben altijd bang dat ik iemand afschud per ongeluk, weet je wel. Dan gaan we hier onderdoor. Maar eigenlijk komt het erop neer, elke keer als ik een raketje gebruik, moet je ook een raketje gebruiken. Ja. Want jij zit met speed 1 of niet? Nee, nu met speed 2. Zal ik er ook een paar geven? Nee, ik heb speed 2. Ik heb er 16. Oké, we gaan... Oh mijn god. Oh What? Shit, ik redde het niet. Oh, dit was zo ziek geweest als ik dit had gered, jongen. Oh, ik weet niet of het kan op 2 blokken. Oh mijn god, dit was echt onmogelijk geweest, dit plekje hier zo. Nou, wacht even, ik ga hem even een beetje maken. Wil je het dan nog een keer proberen? Ja, tuurlijk. Ja, dit zou zo vet zijn. Oh, dit is... Oh, gaan we dit redden? Dat is de vraag. De vraag, dames en heren, van de dag. De vraag van vandaag. Gaan we dit redden? Precies dit plekje. Gaan we hier doorheen passen? Ja, ik denk dat dit verbreedt de kans wel. Ja, toch? Het vergroot de kans wel, bedoel ik. Verbreedt de kans. Lol. Hoppakee. Okay, ja, dit is nice. Ik denk dat dit wel goed genoeg is. Ik toch? Denk het ook wel. Dit moet wel te doen zijn nu. Tenminste, zeg ik wel. Nou, hij is alsnog moeilijk, hoor. Hij is nog heel moeilijk. Maar oké, let's go. We gaan hierheen.
Zoep. Dan gaan we even naar dat eilandje. Gaan we daar even stilstaan. En dan vanaf daar gaan we het proberen, oké? Okay? Is goed. Oh, nee, bij onze vrienden. Hallo, hallo. Hallo. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Zie je het doel in zicht? Ik zie het. Oké, okay, daar gaan we, Dodo. In 3, 2, 1, let's go. En boom. Oh. Go, ik schiet snel doorheen. Oh, lekker dan. Hoppakee, heerlijk. Awesome. Yeah, die was heel erg nice. We moesten een beetje breder maken, maar het is uiteindelijk gelukt. Oké, okay, wat voor vette plekjes hebben we nog meer? Yeah. Doe me op zich wel een beetje aan die Star Wars eilanden denken dit. Ja, echt. Ziet er zo mega vet uit, ook als je er onderdoor gaat. Sjoef. Oké, okay, we moeten... Elytra is zo awesome. Ja, zo gaaf. Dat is de beste uitvinding van Minecraft. We moeten van die gaten zien te vinden, hè? In die grote blokken hier zo. Oké, okay, hier kan je heel mooi langs. Kan je hier naar beneden. Wauw. Hoppa. Wauw. 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 Wow. Oh, hier een gat. Oh, en dan onderdoor. Oh, oh, ik ga te hard. Oh, jij staat er stil. Ik ging te hard. Oh, yo, yo. Ben je nog? Waar ben je heen? Hier. Oké, oké. Oké, let's go. Hoppakee. Oké, okay, kom op. We moeten vette plekjes hebben. Vette gaten. Waar zijn die vette gaten? Wow, dit was awesome. En nog eentje. En dan hier zo. Oh, die is mooi. Wow. Langs de zijkant gaan we nu hier naar rechts. Oh, dit is een mooi parcoursje hoor, dames en heren. Hoppakee. Waar hebben we nog meer een mooi plekje? Oh, ik zie hier volgens mij een mooi plekje. En dan hier omhoog. Oh, daar is niks. Oh no, het is een prank. Ik dacht dat daar een gat omhoog ging of zo. Jong, ga je me nou inhalen? Kijk, gaan we hier omhoog. Sjoef. Wow. Ik ging daar heel erg dichtbij. De grond. Tot de grond. Schudden met die kont. Van links naar rechts. Het is niet erg. Kom op, doe het. Oh, zo oud. Ja, oude nummers, jongen. Holy moly. Oké, okay, kom op. Nog één vette actie. Vette move. Ben je nog achter me? Ik ben nog achter je. Ja, ben je klaar voor de ultra move? Voor de ultra move. Ja, yeah, oké. Okay, dan gaan we ietsjes omhoog. Gaan we nog meer omhoog. Oké, okay, dan nu ga je het krijgen ook hoor. Dit wordt de ultra move, dames en heren. Gaan we even ietsje sneller. Dit is do or die. Dit is zeker do or die. Oké, okay, even nog een goed eiland vinden en dan gaan we knallen, joh, mensen. Oké, okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oh! Hoppa! Oh! Yo, die is vet! Shit! Oh! Ik stoot in mijn hoofd, maar ik ben er doorheen. Ja, ik zie. Oké, okay, we gaan verder. Oké, okay, dan gaan we hier langs. Joef. Gaan we hier zo vlak langs. En dan hebben we hier natuurlijk een ultra vet stukje waar we onderdoor kunnen. Oh my god. Oké, die was op zich best wel cool. En dan hebben we hier... Het is echt net een achtbaan. Ja, dit is zo gaaf. Oh, kijk. Oké, daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oh! Wow! Wow! Deze was sick! Oh my god. Oké, dan gaan we hierboven gaan op een eiland. Dat was mijn allerlaatste raketje. Hoppakee. Ik hoop dat je het al redt. Zo, heerlijk Wouter. Dat was me eens even het vlucht. Heel erg bedankt voor het meedoen. Dames en heren, 300ste aflevering vrijdag 7 uur. Ik zie jullie dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check het kanaal van Wouter. En dan zie ik jullie vrijdag en anders morgen om 7 uur. Peace.